All right, teamies. Welkom op onze Sunday evening call. Leuk dat jullie aanwezig zijn. Top, top, top. Hopelijk alles oké met jullie. Mensen, traditioneel op post. Eén business win van deze week. Dat kan alles zijn. Misschien heb je iemand ingeschreven deze week. Ben je consultant geworden? Of heb je consultant gemaakt? Graag één business win in de chat. Voor mensen die nieuw zijn, we hebben hier op Zoom een berichtjesbox waar je uiteraard kan gaan chatten. Superleuk. Adel, net een superleuke training gehad. Gegeven, top. Goed, wat nog? Barbara zegt twee nieuwe managers in ons team. Ja, leuk hè. Mensen, the game begins at manager. Een consultant is leuk, maar goed, dat is iemand die meestal shared met een aantal mensen. Een product share, zeg maar, die kan business bouwen, maar de stap begint bij manager. Waarom? Je zit dan ook in de manager pools. Je snapt het plaatje, you share, they share. De volgende stap is van twee consultants naar zes, naar director. Dus als je er zelf in slaagt uiteraard om manager te worden en managers te maken, dan begint jouw business te lopen. Weet of weet niet, ja, minimum 10 klanten nodig. Zelf persoonlijk ingeschreven om jezelf naar manager te krijgen. Dus dat zijn een beetje de cijfers. Dus je hebt toch 10, 15 mensen persoonlijk op jouw 1PT nodig om manager te worden. Het kan uiteraard sneller gaan als je zegt, ik ga maar 2, 3 mensen inschrijven en die rank advancing. Dan ben je natuurlijk sneller manager of crystal manager. Ela zegt, geweldige teamtraining had gisteren. Leuk, top, top. Fysieke teamtraining, die zijn altijd magisch. Melanie zegt, inschrijven, business partners en superleuke training. Yannick zegt, 1 inschrijving en 2 afspraken. Mensen beginnen met afspraken. Als je geen afspraken hebt in jouw agenda, als je een lege agenda hebt, dan kan je inderdaad geen business doen. Hoe meer afspraken je hebt, hoe succesvoller je wordt in deze business uiteraard. Milanda zegt, we hebben een tof live Freedom Friday op Instagram en die wordt bekeken. Leuk als er inderdaad via social media commotie ontstaat en activiteit. Cindy zegt, contacten gemaakt in Spanje. Weet mensen, we kunnen overal mensen enthousiasmeren, niet alleen in Europa, maar wereldwijd. Binnenkort komen er nog wel markets bij, Bulgarije, Roemenië. Inderdaad, Bianca zegt ook superleuke training, dat zal ook de live training geweest zijn. Ja, top, top. En dan Better Life Duo, Carmen zegt zichtbaarheidstraining gehoogd. Alright, met de praktische dingen eerst. Volgende week zondag komt Daniel G naar België, naar Antwerpen. En als je nog geen ticket hebt, zou zeggen. Buy your tickets. Het wordt superleuk. Hij is alvast vol energie om ons te trainen. Mensen die voordien in Rotterdam waren op zijn event een paar weken terug. Het is uiteraard een andere training, want die vraagt wel dikwijls gesteld van ja, Michael, we hebben hem al eens gezien hier in Nederland dan. We gaan uiteraard een andere training in elkaar steken. Morgen heb ik even telefonisch contact met Daniel om eens te brainstormen wat het zal worden. Maar het zal voornamelijk zijn. Duplicatie, waar iedereen mee struggelt van ja, hoe trek ik mensen aan als mezelf, die ook een team gaan uitbouwen, die ook residueel inkomen willen verdienen. Dus we zullen het hebben over duplicatie, over leads genereren, hoe kom je aan leads en hoe zet je ze uiteraard om in business partners. Toch wel belangrijk. Een stukje mindset komt ook aan bod, sowieso bij Daniel G, van ja, het begint bij jezelf. Als je zegt, als je denkt, het is te duur, producten zijn te duur, ik heb geen tijd voor network marketing, dan ga je op die manier het ook uitstralen naar jouw netwerk toe. En dat willen we niet. Dus een stuk mindset zal Daniel G ook uiteraard brengen. Dus volgende week zondag mensen in Antwerpen. Hotel Radisson Blu, recht tegenover Centraal Station. Als je nog een ticket wilt, dan stuur ik Christio de link door via Eventbrite. En daarna reist Daniel terug naar de States, om dan waarschijnlijk deze zomer nog eens terug te komen in Europa. Maar het zou leuk zijn als we massaal aanwezig zijn. Ik geloof dat we nu al een kleine 100 tickets verkocht hebben. Dus als je zegt, ik heb nog mensen die willen komen, dan
laat je het gerust weten. Dan hebben we ook uiteraard Super Saturday op 11 maart, ook in Antwerpen. Dat is nog een event van Marcel van Corporate. Een dag lang training. We zullen het hebben over de skills binnen network marketing, dus compensatieplan, social media. Ela zal het hebben over 5-star customer service. Kelly zal het hebben over following up. Hoe belangrijk is following up te doen? Dankjewel Barbara voor de link van Daniel G. Al de skills die je nodig hebt om je business te boosten. 11 maart op een zaterdag ditmaal. Als je nog geen ticket hebt, kan je nog een ticket kopen. Kijk even op Eventbrite ook of op de Facebookpagina van Marcel als je denkt België-Nederland. Mensen, ik heb ook heel veel vragen omtrent van hey Michael, waar kan ik dit vinden, kan ik dat vinden? Marcel post alle events, alle updates, alle recognition, alle tours die worden in zijn Facebookpagina gepost. Dus ga eens op regelmatig tijdstip of zet er uiteraard die notificaties aan. Zodat als er een pop-up verschijnt, dat je ook op de hoogte bent wat er reelt en zeilt binnen corporate. Morgen ook om 12 uur gaat Marcel live met de recognition van de maand januari. Normaal was het voorzien voor vrijdag, maar er moest nog een update gebeuren. Dus morgen om 12 uur, uiteraard, het is een Facebook Live. Die kan je altijd opnieuw gaan bekijken in zijn pagina. Dus Super Saturday, 11 maart. Als je nog geen ticket hebt, koop je uiteraard een ticket. Koop een ticket voor jouw team. Ook uiteraard voor de mensen die eraan komen. Hè. Er zullen uiteraard associates nog bijkomen de komende weken. Wees al in de mindset van, ga een ticket kopen. Om die mensen uiteraard uit te nodigen naar ons business event. En nadien, aansluitend, gaan we een kleine afterparty doen. Wat uiteraard altijd leuk is, want event is leuk, maar het event na het event is nog veel belangrijker. Om met elkaar te connecten, om het team beter te leren kennen. Zo leuk. Wat nog mensen, de rally naar Orlando, die is volop lopende uiteraard. Zet eens in de chat wie aan het runnen is voor Orlando, voor Global Celebration in juli. Ik ben wel eens benieuwd. Ja, Ela sowieso. Ik had niet minder wacht van jou. Barbara sowieso. Ja, Melanie zegt yes. Jurgen zegt yep. Wie nog? Ik zie nog mensen. Rijn, ik verwacht jou ook. Yannick, jij gaat sowieso, daar ga ik straks eens over hebben. Als je het zegt van ik wil het zelf organiseren of bekostigen. Voilà. Claudia, je zit in Spanje, maar goed, niets houdt jou tegen om mee te doen in juli op Global Celebration te zijn. Eerst een woordje uitleg wat het juist inhoudt voor de mensen die niet weten waar ik over spreek. Dus eenmaal per jaar is er Global Celebration. Er zijn twee events in de States per jaar. Nieuwjaars kick-off, wat we uiteraard ook hadden in België-Nederland, begin januari. Dus uiteraard in de States geweest, was nu in Dallas, was het in Washington? Ja, dat was het. En dan het tweede event, ja, het Global Event, midden in het jaar, meestal juli, augustus. Tweemaal dezelfde locaties, vorig jaar was het ook. Dan zaten we in Orlando, dus het tweede jaar op rij opnieuw in Hotel Rosen Center. 3 dagen lang, ja, vol trainingen, recognition, Hall Awards, parties, alles erop en eraan. Heel leuke mensen leren kennen. Als je nog niet ICEmania was en je komt op een celebration, dan slaap je toch de komende dagen niet van het ICE-gevoel. Dus dat staat er op programma. Plus, corporate organiseert voor ons, top 30 van Europa, nog een aantal leuke activiteiten. We gaan naar Universal Studios. Nog een ander themepark staat er opnieuw op het programma. Dus ja, als je zegt, ik ga runnen voor deze incentive, de top 30 van Europa, die mag mee. Hoe kom je in aanmerking voor free trip? Uiteraard punten behalen. De race loopt tot 16 april, dus nog even 8 weken. Hoe behaal je punten? Leader in Action formule, een beetje aangepast, weliswaar. Dus als je mensen inschrijft, krijg je punten. Het heeft te maken met BV. Onder de 150 BV krijg je 1 punt. Dus de 150 en de 200 BV of 199 doe je 2 punten. Alles wat boven de 200 BV is 3 punten. Dus ik geef maar een voorbeeldje. Als je zegt, ja, ik ga mensen inschrijven met collageen of je bouwt je business met collageen. Uiteraard ga voor een sixpack. Sixpack is 163 BV. Dus dan heb je onmiddellijk al 2 points voor Orlando. Dus mensen inschrijven beloont jou
op het leaderboard. Uiteraard autoshops. Ik vind het zelf superbelangrijk dat we daar aandacht aan geven, mensen. Dus, pardon, als je zegt, ik heb in januari mensen opgestart, of, en die bestellen opnieuw februari, maart en april, per auto-shipment van, ik dacht dat het 100 of 125 BW was voor een herbestelling, dan krijg je, nee, vanaf 100 is het 1 punt zeker, en dan tot 150, of vanaf 150 is het 2 punt. Dus simpel gezegd, een auto-shipment telt ook mee voor punten, voor jouw punten naar Orlando. Uiteraard, rank advancing, als je zelf stijgt, als je zegt, ik ben nog maar net begonnen, ik ben consultant en ik ga naar manager, director, executive, dan tellen jouw eigen rank advancing punten mee. Uiteraard, als je zelf rank advancing maakt, je zegt, ik ga consultants maken, krijg je punten. Dus het worden van een consultant of het maken van een consultant is 4. Word je manager, maakt niet uit of het custom manager is of home manager, of je maakt een manager, dan heb je 6 punten. Dus uiteraard, als je manager maakt op je 1PT, op je eerste level, niet in je Hansen team, want dat zou uiteraard heel leuk zijn, krijg je 6 punten. Voor een director krijg je 10, als ik me niet vergis. Executive, word je executive of maak je nog een executive binnen de periode tot 16 april, dan krijg je 15 punten. Ook het stijgen in sterren. Dus 1-star, 2-star, 3-star, dus volgens het aantal cycles per week, brengt je ook 15 punten op als je stijgt in een Golden Circle rang. Dus dan ben je uiteraard Golden Circle executive. Want veel mensen stellen die vraag, Michael, wat is het verschil tussen een silver rang en een golden rang? Als je manager director bent, dan ben je silver. Dus zilver. Op het moment dat je executive bent, dan ben je Golden Circle. Dus rank advancing telt ook uiteraard mee. Voor Orlando, die loopt nog tot 16 april. Top 30 gaat mee. Wat krijg je dan? Vluchten uiteraard. Hotelovernachting, 5 overnachtingen worden aangeboden door Isogenix. Activiteiten uiteraard. En een ticket voor het event, $200 voor vrijdag, zaterdag en zondag. Goed, voor de mensen die zeggen, ja, Michael, ik zit misschien niet in sprinting season, this is not my time. Dat ook zeker ambiëren als je zegt, ik haal de top 30 niet, wat voor iedereen haalbaar is trouwens. Dan kan je het ook zelf bekostigen. Ja? Ik denk dat het een kostenplaatje wordt van een €2000 als je kijkt voor een vlucht. Als je nu kijkt vluchten naar Orlando, ik was deze middag nog eens aan het kijken, €700-800 voor een vlucht naar Orlando. Dan jouw ticket kost $200 of euro, event ticket. Dus dan zit je op een 900. Stel je zegt, ja goed, je hoeft niet per se in een Rosen Center te zitten, wat toch een vrij duur hotel is. Er zijn hotels genoeg in de buurt van het Convention Center, dus van Celebration. Dan heb je 4 overnachtingen nodig, of 5 overnachtingen als je iets langer wilt blijven. Dan ga je misschien een $500-600 betalen. Dus ik denk, je zal misschien nog niet aan een €2000 komen. Uiteraard, ja, je rekent jouw eten erbij. Maar het is zeker waard. Het is een investering, het is een investment, mensen. Als je zegt, ik wil het eens meemaken, ik wil het eens zien. Er zullen er sowieso heel pak zijn uit België, Nederland en Europa die het halen en die er zullen gaan. Vorig jaar waren we met, als ik me niet vergis, waren we 28 van Europa. En in totaal 52 mensen die uit Europa er waren. Dus een aantal mensen die het zelf ook bekostigd hebben. Wat uiteraard zeker de moeite loont. Er zit zoveel bij. De juiste mensen op de juiste plaats is echt een must in deze business. Oké, Orlando. Proficiat aan de mensen uit uiteraard Nederland en België die Fiji behalen. We hebben maar liefst 20 mensen uit Europa. Dus voornamelijk Easy, dus het team van Zach en Eden. 20 van de 100 die mogen naar Fiji. Dus dat is een vijfde, 20%. Die eind april week naar Fiji gaan. Om inderdaad samen met het team en met Isogenix en met de Koevers meet and greet en heel leuke activiteit met haar toe. Normaal gezien volgend jaar, goed, het is nog niet 100% zeker, zou er geen top achievers georganiseerd worden. Maar hopelijk dan, als het niet is volgend jaar, dan hopelijk in 2024 terug een race voor global top achievers. Maar wat mensen, het is de laatste uren liever van de pools voor februari.
Dus als je had, ja, ik ben manager, vanaf manager doe je mee ook in de pools, manager pools, director pools, executive pools, en je hebt misschien nog een punt nodig. Mensen kijken in jouw back-office bij rapporten, en gaan kijken, een manager rapport of een director rapport of een executive rapport, misschien heb je nog punten nodig op je 1PT, moet je nog iemand inschrijven. Moet je op 2PT, moet jouw associate nog iemand ook inschrijven, dat is een 2PT-kwalificatie. Misschien moet je nog een rank advancing maken, een consultant of een manager. Hopen blijf je actief in jouw rank, zodanig je meedoet voor de pools. De pools manager en director mensen die lopen nu nog uiteraard februari, maart. En dan is het af te wachten wat april wordt. Want weet, of misschien nog niet, vanaf april krijgen we een aanpassing aan het compensatieplan, waar dan de manager pools en de director pools zouden verdwijnen. Executive pools die blijven, oneindig, sowieso. Maar dan leuk aan het compensatieplan vanaf de pool van april, 20%. Dus we gaan meer krijgen, meer PIB of meer commissie krijgen als we klanten inschrijven. Dus we zullen, wat trouwens al van start is in Amerika vanaf januari, dus die mensen zijn er al een paar weken mee bezig. Dus u zal 20% krijgen op al wat je verkoopt. Ja, het maakt niet uit, packs, MyPack, losse producten. Dus op jouw 1PT enrollments krijg je 20% commissie. Dus op een six-pack, dan heb je al snel, wat is het, 45 of 46 euro. Wat uiteraard meer is dan 16 euro PIB. Dus die 20% is echt wel een huge. Ja, voor mensen die zijn, ik ben gemotiveerd om mensen in te schrijven. Ook uiteraard voor salons, mensen die zelfstandig zijn voor salons, mensen die met collega's werken, uiteraard mensen die zijn, ik werk ook met andere zelfstandigen, personal trainers, mensen die in de fitness zitten, en die schrijven veel klanten in met voeding, dan krijgen die mensen ook vanaf de commissie maand april 20% commissie op hun direct sales. Dus dat wordt een leuk verhaal sowieso, hè. Dat wordt een grote meerwaarde voor iedereen. Dus de pool loopt af voor februari en dan vanaf morgen hebben we de pool voor maart al. En dat is een 5 weken pool, weet of weet niet mensen. De pools zijn altijd 4 weken, 4 weken, 5 weken. Herhalend 4 weken, 4 weken, 5 weken. Zo 12 maanden aan een stuk. Dus in maart zitten we dan voor 5 weken. Dus hebben we een week meer om eventueel een aantal shares te behalen in jouw pool. In jouw pools opnieuw, dan kan je opnieuw in jouw back-office als je naar rapporten gaat. Kan je alles zien wanneer een pool begint, eindigt, wanneer je uitbetaalt, wanneer de commissiemaand wordt uitbetaald en hoeveel weken de commissiemaand wordt. Wat praktische dingen, mensen, want ik hoor daar nog altijd heel veel vragen rond. Als je klanten inschrijft, er is nog altijd een probleem met die telefoonnummers, dus het blijft soms hangen op telefoonnummers. Laat de nul weg, ja. Dan zal het systeem het verwerken. Weet, je kan in principe maar één klant of éénzelfde klantaccount inschrijven met hetzelfde e-mailadres. Dus dat is nog altijd aan de orde. Net nu ook hetzelfde met telefoonnummers. Dus veel mensen sturen, hey Michael, ik heb een telefoonnummer ingevoerd, maar ik krijg foutmelding. Inderdaad, als het telefoonnummer al eerder in het systeem gedetecteerd werd, dan zal jouw klant niet kunnen ingeschreven worden met hetzelfde telefoonnummer. Dus dan vraag je misschien, ja, het telefoonnummer van de partner, of iemand die ermee geconnecteerd is, om inderdaad de inschrijving te kunnen voldoen. Hetzelfde ook met SEPA. Dus als je mensen inschrijft met SEPA, of mensen betalen met SEPA, met een IBAN. Hetzelfde rekeningnummer is in feite maar gebonden aan één account. Dus je kan niet meerdere mensen gaan inschrijven, of meerdere accounts ook gaan maken met hetzelfde rekeningnummer. Wat natuurlijk een dingetje is, want ik schrijf zelf heel veel koppels in. Heel veel koppels zeggen, ja Michael, we hebben maar één rekeningnummer en ik maak dan 2 accounts. Een topaccount bovenop voor Stefan die voeding neemt en zijn vrouwtje Patricia die zegt, ja, ik ga cola heen nemen. Op die manier hebben ze al een cashback. Of als ze associate worden en ze worden consult, hebben ze uiteraard een iets grotere cashback. Maar hetzelfde rekening neemt niet altijd. Weet of weet niet, mensen, je kan spelen met BE. Dus je kan grote en kleine letters, dus BE grote letters, of BE klein, of B groot en E klein en omgekeerd. Dus je kan in feite 4 keer het rekeningnummer gebruiken als je op die manier speelt met het IBAN-nummer. We zijn ook sterk bezig met bankcontacten, uiteraard dan voor België. Er komen een aantal mensen op 11 maart, dus op Super Saturday, naar Antwerpen. Zijn de vanuit de States, vanuit IT, die ze willen letterlijk testen gaan doen bij enrollments waar nu... Ja, verkeerd loopt bij de betaling met bankcontact. Dus ik hoop dat we na maart
100% feilloos mensen kunnen inschrijven met betaalmethode bankcontact. Dat zou superleuk zijn. Een vraag. Hier gevraagd, gaan we dan een aangepast compensatieplan krijgen? Ja, klopt. Dus het zal aangepast worden. Hey, back-office. Er komt nog een training uiteraard. We gaan trainingen geven omtrent het nieuwe compensatieplan. Dat mensen volledig mee zijn. Want uiteraard is 20% de PIB vervalt. Dus er is ook uiteraard geen double PIB. Toch een aantal zaken die veranderen. Goed, periodieke verhaal ook mensen. Alsjeblieft, start zoveel mogelijk mensen op met de periodieke. Je weet ondertussen, als je mensen op start met de periodieke, hebben ze 50% korting. Als je ze niet opstart, dan hebben ze maar 15% korting op de producten. Dus periodieke start ze sowieso op. Probeer ook die periodieke aan te houden. Ik zie heel veel mensen, uiteraard mensen opstarten met klanten met de periodieke en dan een dag later of misschien een minuut later de periodieke verwijderen. Om dan die kortingen te behalen, maar dan dat de klant niet vastzit aan een nabestelling. Maar maak die mindset mensen met jezelf en met jouw klant en met jouw associate van kijk, we zitten in een systeem, er zijn heel veel systemen waar je ook met een soort abonnement werkt. Je hebt er uiteraard volledige transparantie, volledige controle over jouw autoshipment. Maar maak de mensen gewoon duidelijk van kijk, het is niet, zeker als het over voeding gaat, het is niet hey, een 4-weken-plan naar nutrition toe. We zijn hier weg voor minimum 3, 4, 5, 6 maanden of misschien zelfs langer. Hetzelfde ook voor cola heen mensen. Mensen zeggen ja, ik neem een sixpack, maar ik neem een flesje per dag en ik kom inderdaad toe voor 2 maanden. Geen probleem van is dat, hey, na 4 weken, je hebt nog collageen, goed, sta je ervoor open om een tropicus te testen. Wat doe je momenteel als ontbijt? Het is misschien leuk om een shake te drinken. Heb je al eens een fastingverhaal gedaan om te gaan ontgiften? Nee, Mike, oké, okay, we gaan eens à la carte een MyPack gaan samenstellen met de shakes, Ionix, Nourish, eventueel een tropic erbij. Wat skincare uiteraard kan ook altijd erbij. Dus ga het gesprek aan met jouw mensen van kijk, we starten je op met de periodieke, we houden wekelijks contact in jouw laatste week van de maand. Hebben we nog even een contactmomentje, wat je wilt en jouw winkelmandje voor volgende maand. Ik probeer altijd minimum voor 100 BV, voor 100 punten, mensen actief te houden. Ja? Maand na maand, zodat ze in die mindset zitten van kijk, ik blijf gewoon op de producten. Het is een levensstijl, mensen zijn altijd, ja, moet ik blijven op die shakes, best voeding. Je eet anders ook iedere morgen, of misschien ook niet, een boterham. Smiddags eet je ook een belegd broodje. Waarom een organische, volwaardige smoothie drinken? Dus probeer het periodieke aan je klanten duidelijk te maken. Je zal ook veel meer volume genereren. Dat is ook altijd hetzelfde met mensen, monkey see, monkey do. Wat je op die manier met je klant afspreekt en aanleert, op die manier, als die persoon klant associate wordt, zal hij het op die manier ook verder gaan vertalen naar zijn netwerk. Want als jij natuurlijk zegt van ja, hey Tamara, we starten je op met periodiek en ik smijt er hem onmiddellijk uit. En Tamara wordt binnen een paar dagen of weken associate. Wat gaan we Tamara doen tegen haar netwerk? Hey Christophe, ik start je op met de periodieke, maar we gaan hem onmiddellijk verwijderen. Dus die klant zit in een mindset, oké, ik zit maar op een 4-weken programma of op maar 1 pakketje cola heen. Ik probeer echt die mindset te creëren om mensen op periodieke te zetten. Waardoor ze natuurlijk klant blijven en ook eerlijk gezegd mensen long-term results halen. Ja? Wat heel veel mensen sturen, hey Michael, ik neem collageen en na een paar weken zie ik al resultaat. Ook heel veel mensen persoonlijk eerlijk sturen mij, Michael, ik neem nu al 2 maanden collageen en ik zie weinig verschil. Ik heb ook foto's genomen. Ik zeg, goed, hey Patricia, het is uiteraard geen 8 weken kuur. Ja, je hebt 8 weken genomen, maar collageen is jouw eigen collageenproductie aanvullen, de tekorten gaan opzoeken in je lichaam. Het is de bedoeling dat je het long life, dat je het levenslang neemt. Goed, hoef je per se continu collageen te nemen. Je kan het ook eens onderbreken. Maar ga het gesprek aan met jouw mensen. Van kijk, op de lange termijn ga je nog veel meer resultaten boeken met collageen. Uiteraard ook met voeding. Mensen zeggen, ja Michael, dat zie je ook heel vaak. Mensen vallen snel af op ons voedingssysteem. Switch van metabolisme, een andere aanpak. Mensen verliezen heel veel vocht in het begin. Zeker als ze gaan detoxen ook. En dan zeggen ze, hey, ik ben 4 kilo kwijt, daarna stagneert het. De weken daarna merken ze dan, Michael, ik zak niet meer. Of ik blijf hangen in centimeters of in body fat. Geen probleem, Tamara. Je blijft verder op de producten. Je blijft gewoon je shake nemen. Je blijft de capsules nemen. Je gaat iedere morgen Ionix nemen. Je blijft detoxen. Oké, het hoeft misschien niet 1 maal per week te zijn. Je kan daar
om de 2 weken gaan, 2 maal per maand kan ook. Zodanig dat mensen on the long term blijvend resultaat boeken. En dan niet alleen in weight loss of in performance mensen, maar ook de succesverhalen of de gewaarwordingen, de resultaten waar ja, iedereen wild van wordt, zijn van, hey Michael, mijn slaap is beter, ik heb veel meer energie, ik heb veel minder last van mijn gewrichten, ik heb veel minder last van opgeblazen buikgevoel, mijn darmflora is veel beter. En daar willen we naartoe. Zodat mensen on the long term, zeker op voeding, uiteraard collageen ook, dat ze blijven in die mindset. Nog een dingetje naar de cashmere cream. Dus die zitten nog ook altijd in mensen bij nieuwe klanten. Dus als je begon de maand februari, dus het is nog 1,5 week zeker. Als je nieuwe klanten inschrijft vanaf €190 voor taxes, dus voor BTW, dan krijgen onze klanten de cashmere cream. Dat is een dag- en nachtcreme ter waarde van €66, of toch een Belgische prijs. Die komt er niet automatisch bij, maar die is niet zichtbaar. Want heel veel mensen sturen, hey Maaike, ik zie hem niet komen in het overzicht, in het winkelmandje. Dus die komt er automatisch bij. Nieuwe klanten met periodieke, was ik daarnet vergeten, dus met periodieke en uiteraard minimum €190. Dus toch ja, een mooi extra cadeau nu deze maand. Wat er volgende maand komt, maart, weet ik persoonlijk ook zelf niet. Maar ik vrees niet onmiddellijk een product. Er komen wel nieuwe baars aan, hoor ik in de wandel hangen. Dat mag wel eens, maar we hebben nu één die whole blend bar. Het zou wel leuk zijn om eens een andere flavor te hebben in de aanbieding. Lisa Delight, die is er uit, of die gaat er nagenoeg uit. Dus als je zegt, ik wil nog 10 dozen Lisa Delight milk of dark chocolate bestellen, now is the time. Ah, heb je ze gisteren al geproefd? Ah, Ela, zeg maar eens, heb je had Marcia de baars mee? Ja, wij mochten proeven. Okay. Was kaneel en chocolade, 2 soorten. Dus we hadden allemaal een klein stukje van. We moesten natuurlijk delen hè, met 25, 26 mensen. Ja, fantastisch. En we hebben gevinkt wat iedereen het lekkerste vond. Maar super, echt super. Ik kijk ernaar uit. Ik hoop dat ze heel snel komen. Leuk. En naar welke smaak heet de voorkeur? Ja, eigenlijk moet ik dat natuurlijk niet gaan verklappen, want iedereen moet het zelf gaan proeven. Maar bij ons had kaneel de voorkeur. Ja. Maar fantastisch. En weer toch weer anders als de producten die we nu hebben. En de chocolade, dat is echt een soort brownie. En machtig. Dus als je daar een kwart van neemt, heb je ook al genoeg. Dus fantastisch, ja. Leuk, leuk, ja. We kijken naar uit. Zeker. Altijd leuk om nieuwe producten te hebben. Ja, top. Michael, mag ik iets vragen? Zei jij nou dat de hele Isa Delight line eruit gaat? Ik dacht alleen de karameel zeezout. Om eerlijk te zijn, ik vermoed dat, ja, klopt, alleen melkchocolade. De fondant blijft. Ik ben niet 100% zeker. Zijn er mensen die het 100% zeker weten? Ik dacht dat het enkel melk was. Maar de reden waarom Isa Delight eruit gaat, is omwille van de prijs. Dat ze dus sukkelen dat het te duur zou worden om nog Isa Delight aan te bieden. Maar ik dacht eerlijk enkel alleen de melk. Dat fondant toch zou blijven. Volgens mij is de melk gaat er als eerste uit, omdat die voorraad, puur is nog de voorraad groot genoeg. Okay. Maar die gaat er ook uiteindelijk uit. De hele Isa Delight gaat weg. Okay. Ja, want ik weet, dan weet ik waar mijn volgende Isa Bodybon naartoe gaat. Ja, want ik zag het inderdaad bij een aantal mensen in Amerika ook. Ik zag het op een aantal mensen in de social media. Die zeiden, hey, we hebben nog snel Isa Delight aangekocht. Dus het is uiteraard niet alleen in Europa, maar bij iedereen. In de States hebben ze ook pindakaas, wat super lekker is, Isa Delight. En ze hebben een 4e smaak ook, dus, maar ik vermoed dat die er dan uiteindelijk finaal helemaal zal uitgaan. Ja. Inderdaad, zoals Jurgen zegt, hopelijk komen er dan nieuwe snacks. We hebben al de snackbites, maar goed, de snackbite is uiteraard geen Isa Delight. Het is ook een snack, maar het is wel net iets anders. Ik kan het niet echt vergelijken. Hè. Nog vragen, mensen? Anders zet je maar in de chat. Ik wil het met jullie nog even hebben over mindset, long-term mindset in deze business.
een aantal onder jullie die zitten al een tijdje in het team. Een aantal mensen zijn nieuw uiteraard. Het is super belangrijk mensen om als je start, we zijn dat heel vaak, om de keuze te maken of de beslissing liever, dat is beter woord, van ik ga ervoor en ik ga erbij, ik blijf bij de business en bij het team en bij Osteogenics. Waarom? Het is geen quick reach. Oké, sommige mensen boeken heel snel succes omdat ze zijn on fire en we trekken op het juiste moment de juiste mensen aan, waardoor je team eruit, je cycles groeien, jij de volgende ranking hit, heel veel geld kan nemen in de pools, in de bonuspools. Maar uiteraard, dat is niet bij iedereen aan de orde. Maar belangrijk is mensen dat je stay in the game. Network marketing is een verhaal van niet 1 jaar, ook geen 2 jaar, minimum 3 jaar. Want eerlijk, ik ben zelf 25 jaar zelfstandig met de sportschool. Als je zelfstandig wordt, dan maak je een plan voor minimum 5 tot 10 jaar. Je gaat niet zeggen van ik word zelfstandig voor 2 jaar en dan stop ik. Hier net hetzelfde. Je maakt een plan, een businessplan van kijk, we zijn vertrokken voor 3, 5 tot 10. En uiteraard, als je zegt het is leuk voor een langer verhaal. Want dan zie je ook op die manier dat je de juiste mensen gaat aantrekken. Ja? Niet altijd met een even grote snelheid dat je de juiste mensen aantrekt. Maar als je stay in the game, dan vroeg of laat trek je de juiste mensen aan. Ja? Dat gebeurt via social media. Ik zie heel veel van jullie superleuke dingen posten op social media om mensen aan te trekken, uiteraard offline. Ik ben zelf heel grote voorstander van offline, in-person meeting. Maak eens een afspraak met een schoonheidsspecialist, met een trainer, met een diëtiste, met iemand die zegt zo leuk zijn om toch wat extra geld te verdienen. Ze zien jezelf, ze horen jezelf. Leg het compensatieplan uit. Vertel je eigen ervaring met de producten, met de business. Vertel je share, they share. Vertel de toekomstvisie ook van Osteogenics. Van kijk, meer en meer. Wordt er geïnvesteerd in Europa, in de producten en de business. Dus belly-to-belly meetings zijn super powerful. We hadden net zei over de toekomstvisie of het perspectief van Osteogenics, wat toch ook zeker mag medegedeeld worden. Osteogenics was bezig met een aantal investeerders te zoeken om een bepaald cashflow, een aantal financiële middelen aan te trekken. Juist waarom? Want daar was er ook nog bij bepaalde mensen wat commotie. Juist om hun technologie of onze technologie te gaan upgraden. Want uiteindelijk de back-office, een aantal apps, Isapools als live app, zijn oudere apps. De back-office dateert ondertussen 20 jaar. Dus we hebben investeerders aangetrokken naar Osteogenics voor een aantal financiële middelen om juist te gaan investeren in technologie. Om een betere, snelle back-office met inderdaad minder problemen naar inschrijving toe, met minder bugs, om die technologie, die apps te gaan upgraden. Nou, heel veel mensen zeggen, het gaat slecht met Osteogenics. Hey, het feit dat ze zeggen, ja, we hebben misschien geld nodig, we zoeken investeerders, totaal niet. Het gaat juist de goede richting uit, nog de betere richting uit. Ze willen investeringen maken, ze willen nog groter en sterker worden in hun technologie. En ze hebben ook de juiste mensen gevonden. Ik werd vorige week medegedeeld in een call met Sharon Walsh, onze CEO. Die zei van, kijk, we hebben de juiste mensen op de juiste plaats gevonden die ons gaan helpen naar de next step, naar Osteogenics 3.0, investeren in een extra technologie. Dus long-term mindset, dan merk je ook mensen dat je op een bepaald moment de juiste mensen zal aantrekken. Ja? Want in alles als je zegt, ik begin morgen te schilderen of creatief bloemschikken gaan doen, en je doet het een paar maanden en je maakt er een beetje promo rond op je social media. En dan 3 maanden later ga je paardrijden en 4 maanden later ga je banjo gaan spelen. Zeggen mensen, ja goed, Michael, leuk voor jou, maar je doet van alles en nog wat. Maar er zit weinig consistentie in. En persoonlijk, ik zit 5 jaar nu in het systeem. Mensen sturen nu al een tijdje naar mij persoonlijk. Hey Michael, we zien dat het leuk gaat, dat jouw team succes boekt. België, Nederland, Europa, voor jezelf ook. Vertel eens, wat doe je? Ja? Dus dan krijg je die attraction marketing. Door, je blijft posten, je blijft aanwezig. Mensen zien de succesverhalen van andere associates, van andere teamies. En dat is leuk. Dat mensen op duur zeggen van, oké, het moet iets zijn als je zegt. Dus op die manier ga je ook de juiste mensen gaan aantrekken in jouw business. En dat vraagt wel geduld. Ik zeg nog eens, mensen, de ene trekt sneller de juiste partners aan dan de andere. Maar het is echt een long-term mindset proces van kijk, ik blijf hier en ik zie het veel
veel groter. Want weet, zolang je actief blijft, sowieso als associate, en ja, nog minimum liefst ook als consultant, want dan doe je mee voor de punten en de cycles. Je blijft punten opsparen van al die mensen die erbij komen. Als je zegt, ik blijf gewoon zitten en ik kijk even de kat uit de boom. Je punten sparen op, de mensen komen altijd maar onder. En het is, je weet het ondertussen ook, het is niet altijd wie op jouw eerste, tweede, derde level komt, maar op een aantal levels dieper. Op bepaald niveau zeg je van, hey, daar zit de kanon, daar zit de kanjer. Ik ga die persoon eens aanspreken. Hey, kan ik jou helpen? Kan ik jou backuppen met iets? En dat is dus leuk aan een compensatieplan. Je komt mensen tegen, niet onmiddellijk jouw eigen mensen, ja, die het zullen doen voor jou als het over passief inkomen gaat, maar zeker een aantal levels diep, mensen die plotseling het licht zien. En dan is het ook zo belangrijk om ook die mensen goed te gaan ondersteunen. Ja? Om die mensen het proces te gaan uitleggen van, kijk, de basic van network marketing, prospecting, connecting, following up, coachen van jouw team, superbelangrijk. En ook die mensen net hetzelfde, een long-term mindset te geven. Want kijk, nog eens, het is niet quick rich. Oké, als je snel €6.000 wilt verdienen, ga maar jou runnen op 3 maanden naar executive, crystal executive, al de rank advancing meenemen. Maar zie het, zeker als het cycleverhaal komt, op de lange termijn. En veel mensen zeggen, ja, Mike, ik zit in een binnenkant of in een binnenkant. Ik heb geen sterk been, ik moet 2 benen uitbouwen. Iedereen begint bovenaan, mensen. Iedereen bouwt 2 benen uit. Oké, je kan inderdaad van jouw sponsor, van jouw upline misschien wat extra klanten krijgen of wat extra volume krijgen. Maar iedereen start bovenaan de piramide, bouwt zijn 2 benen uit. Je bent de CEO van jouw 2 benen. So, if it's up to be, it's up to me, sowieso. En die mindset geef je ook door aan jouw mensen. Want kijk, als je start, ik ga het gesprek ook aan. Ik had gisteren nog eens een gesprek met Frank en ik zeg, Frank, als je meedoet in dit verhaal, zijn we minimum weg voor 12 tot 16 maanden. Ik ga geen tijd in jou steken. Als ik zie dat je na 2 maanden zegt, ja, Michael, het is echt mijn ding niet. Ik ga je alles uitleggen, ik ga je alles coachen, stap voor stap, baby steps. Maar ik vraag van jou commitment. Jij krijgt van mij ook matching energy. Je krijgt van mij de tijd en de energie, maar ik wil jouw toewijding. En matching energy is superbelangrijk. In alles, mensen. Naar klanten toe, maar ook naar associates. Als je merkt, als je teamies hebt, ja, die willen sprinten, sprint mee. Als je zegt, ja, Michael, ik wil wel rustig aan doen, geen probleem. Ga maar eens wandelen, ik wandel met jou mee. Je kan altijd reach outen als je mij nodig hebt. Maar ook voor net hetzelfde voor klanten. Als klanten enthousiast zijn, hey Michael, vertel me eens meer wat de andere producten zijn. Ik voel me goed. Kan als collega nog producten? Ja, mensen, geeft die personen, geeft die klanten, no offense, maar een klein beetje voorkeursbehandeling. Ja? Want zijn die mensen die eager, die enthousiast, die honger hebben om eventueel meer te weten over het network marketing verhaal. Dus dat is super belangrijk. Stay in the game, long-term mindset. Maar natuurlijk, we zeggen het ook heel vaak, actie zou je moeten ondernemen als je niet op dagelijkse basis jouw activiteiten onderneemt, dus mensen te prospecten. Dan krijg je geen nieuwe leads en dan groeit jouw team uiteraard ook niet. Goed mensen, vragen, eender wat? Ik zal deze week... Zeg maar even. Kan je nog een keer iets uitleggen in verband met het volume van persoonlijke holding? Ik zit daar toch nog een beetje in de knoei mee. Want ik heb bijvoorbeeld iemand opgestart is en die ondertussen aan het zeggen 1500 punten in zijn linksbeen. Rechts is die nog, moet hij nog ja, starten eigenlijk. Maar in zijn persoonlijke holding staat een aantal punten. Wanneer komt dat eigenlijk tot zijn uiting? Wordt dat niet automatisch al aan de ene kant gezet? En heeft hij zijn ene been bepaalde punten staan? Nee, daar staat niks eigenlijk. Want daar, heeft, daar moet je... Heeft een één been holdingvolume staan, of niet? Nee, bijvoorbeeld zijn linksbeen heeft hem, ik zeg maar afgerond, 1000 punten staan. En ja. Het rechtsbeen, ja, daar moet hem nog starten. Maar in zijn persoonlijk, op zijn volume, zijn persoonlijke holding staat nu, laten we zeggen, 300 punten. Maar wanneer komt dat actief of waar verschijnt dat? En die persoon is associate? Ja. En nog geen consultant, hè? Nee. Nee, dus van het moment als hij dus eentje actief links heeft, dus in het ene been 100 punten en in het andere been ook 100 punten, dan ga je zien dat inderdaad, van het moment dat er al 900 BV komt, dat die persoon gaat beginnen cyclen en dan ga je beide benen zien. Want nu is hij associate, dus zolang het driehoekje niet volledig is, 100, 100, 100,
zie enkel maar persoonlijk volume. Dus zijn eigen bestellingen tellen mee voor eigen punten, om dan later mee te doen die bestellingen voor die cycles. Ah, oké. Okay. Dus dan eerst wil je een driehoek maken. Ja, ja. Dat is okay. En maar die gaan niet, die verdwijnen niet. Die blijven ook zo lang bestaan. Ja. Oké. Okay. Ja. Die verdwijnen niet zolang dat hij op zijn account actief blijft. Maar 100. Ook mensen, net hetzelfde voor klanten, hè. Een klant spaart ook alle punten op. Oké, okay, je kan natuurlijk niet in een klantenaccount het BV, het business volume, ziet, omdat die persoon nog geen business account heeft. Maar die klant heeft, want dat is ook het gesprek die je aangaat met klanten, van kijk, hey Tamara, ik ga je nu in het systeem steken als klant. We zien wel in de toekomst of je ooit partner associate wordt bij ons. Ja? Maar je maakt benefit van jouw plaats, van jouw spot in de plaatsingsboom. Waardoor alle mensen onder komen. En jij zal ook zelf als klant genot hebben van alle punten van alle mensen die onder komen. Ja? Op het moment dat je dan de omvorming doet naar een associate, zal je ook aan de ene kant alle punten omhoog zien. Dus dat is het gesprek dat je uiteraard met mensen kan aan. Hey Tamara, ik stik je er nu in als klant. We hebben overmorgen een promo met Adaptogen. We zullen ook nog dit jaar Adaptogen Elixir krijgen als een derde elixir. Hey, anti-stress, ik ga jou nu voor de lancering van Adaptogen, ga ik jou klant maken, ga ik jou in de plaatsingsboom enrollen. Er zijn heel veel honderden mensen bijkomen die zullen starten met dit magische product. En jij maakt benefit van al die mensen, want er moet daar maar één gezondheidsspecialist, een dokter, whatever, onder jou komen, die het licht ziet en die begint te delen. Dan heb jij genot van al die mensen, al die klanten, want al het volume stroomt altijd oneindig opwaarts. En dat is een powerful gesprek, mensen. Zeker iemand die op zoek is naar geld. Dat is natuurlijk niet altijd duidelijk om dat heel straightforward uit te leggen. Maar als je hen duidelijk maakt van, kijk, de juiste plaats is super belangrijk als je start. Zeker als er een lancering is. Of als je zegt van, ja, ik ga een aantal mensen, ik zit zelf in een running en ik ga een aantal business partners gaan inschrijven. Hey Tamara, waar wil je komen? Zeg je van, ik wil bovenaan en ik ga mijn volgende business partners onder. Zetten waar jij dan het genot van hebt, of zegt dan maar nee, Michael, ik wacht nog 10 dagen of 2 weken, ik kijk de kat uit de boom. Ja, ik ga mijn businesspartners uiteraard niet laten wachten, ik schrijf ze eerst in, maar dan komen die mensen boven jou, ja. Wat uiteraard nog een benefit kan zijn, als ze in hetzelfde been mensen beginnen inschrijven, maar toch liever, ja, de mensen onder jou in hetzelfde been, dan omgekeerd, dan bovenaan. Er was deze week nog een vraag naar brandpartners toe, van ja, hoe zit het nu naar brandpartners? Je kan, als je het aanvraagt, dan stuur je een mailtje naar corporate, kan je participeren in het brandpartnerverhaal. Ja? Het zou al lang effectief geworden zijn in Europa. Het was voorzien normaal eind vorig jaar. Dat hadden ze gezegd, ja, begin januari. Goed, ondertussen zijn we al bij eind februari. Dus... het wordt nog een dingetje of brandpartners effectief 100% wordt uitgerold voor ons. Waarom wachten ze? Omdat ze natuurlijk die 20% gaan aankondigen, de switch en het compensatieplan, wat uiteraard nog een beter voordeel is dan brandpartners. Wat is het verhaal met brandpartners? Je kan instappen in het verhaal, niet in het compensatieplan, zonder een aankoop. Je krijgt een link, er wordt iemand die een influencer is op Instagram of die zegt, ja Michael, ik heb heel veel visibiliteit op social media. Ik gebruik gewoon mijn brand ambassador link. Als mensen bestellen via die link, krijgen ze een bepaalde commissie, afhankelijk van het bedrag wat hun klanten kopen. Dus hoe hoger het bedrag, hoe meer percentage commissie die mensen krijgen. Om een idee te geven, als ze 5 klanten per maand hebben die in totaal voor minimum €450 aankopen, wordt die brand ambassador partner ook een consultant voor jou. Dus er zit wel muziek in het programma. Maar het is geen full network marketing verhaal. Dus ze doen niet mee aan de cycles. Ook uiteraard niet aan de pools, brand ambassador partners. Dus het gaat echt wel meer naar, naar het influencer verhaal. Maar je kan, als je de link aanvraagt via Amerika, kan je zelf brand ambassadors promoten. Dan krijg je als je op back-office, ik heb het zelf ook. Dan krijg je als je back-office opent een aantal tablets en je hebt bestellingen, team, wat is het, rapporten, hulpbronnen, bla bla bla. En dan het laatste rubriekje is dan brandpartner, een link die je eventueel naar toekomstige brandpartners kan doorsturen.
Ja, de actie is inderdaad Saint-Étoile Bernadette tot het einde van dus de kalendermaand februari. Goed mensen, nog... Mag ik een vraag in verband, daar juist gewerkt is op dat chocoladeverhaal, dat er, de zwarte chocolade eruit gaat. Sorry, ik was even kwijt. Gaat dat definitief eruit? Is dat, of gewoon tijdelijk omdat bepaalde grondstoffen niet beschikbaar zijn? Ik ga nu eerst sturen over de melk. Dus Max is het karamel, die gaat eruit. Fondant is nog even, zoals Adel daarnet zei, is nog even beschikbaar. Omdat ze waarschijnlijk, uiteraard... ik ben ook een voorkeur, een liefhebber van melk. Omdat misschien iets minder melk, iets minder mensen fondant kiezen. Maar het Hanze is dat Delight verhaal zal eruit gaan. Oké. En wat is de reden gewoon... Te duur. Het gaat over de whey. Het gaat over dus, alle grondstoffen die worden een pak duurder uiteraard. Maar de whey die gemaakt wordt, of die nodig is uiteraard voor de chocolaatjes, die wordt te duur. En dan, dan zeggen ze van, de prijs wordt exuberant te hoog om, om nog te gaan verkopen. Dat is er één. Oké. Okay. Nog mensen? Er is straks geen call van Zack en Eden, dus om 9 uur. Waarom? Ze zitten in het programma ook met Profit First. Dus met die mensen die het financiële verhaal een beetje duidelijker maken. Dus vanavond geen Zack en Eden call om 9 uur. Nog dingen, mensen? Ondertussen de recording al stoppen.